Ik ben bestuurslid van Almelo Sociaal. Dat is de beheersstichting waar een aantal organisaties onderdeel van zijn. Dat is onder andere de KRA, de WMO, de BGA en de COSBO. Dat zijn de vier koepels binnen Almelo Sociaal. En wat doet Almelo Sociaal, zeg maar, voor de mensen in Almelo zelf? Nou, Almelo Sociaal probeert zowel individuele als collectieve belangenbehartiging te doen. Met name voor de mensen die problemen hebben met inkomen, problemen hebben met de uitkering, problemen hebben met de huisvesting. Dat is eigenlijk de kerntaak waar Almelo Sociaal mee bezig is. Dus, en proberen activiteiten te ontwikkelen, neer te zetten. Die vier die zijn er al, maar ook om te kijken van en wat kun je nog meer doen voor de Almeloers. En daar past zeg maar, het programma Automaatje. Almelo Sociaal heeft daar het initiatief toegenomen. Het is van, en het blijft ook van de ANWB, maar het Automaatje past heel goed in met name het speerpunt mobiliteit, wat de organisatie Almelo Sociaal heeft, omdat wij zeggen van, als je mensen wilt helpen, dan moet je ze ook uit een isolement halen en mobiliteit draagt daartoe bij. Dit automaatje werkt alleen binnen de gemeente Almelo, dus ja. Zijn ook alleen maar Almeloers die met andere Almeloers rijden. Maar als je bijvoorbeeld naar Groningen wilt of zo, dan is dat allemaal bespreekbaar. Maar wat we natuurlijk ook willen, is dat mensen prettig leven, goed leven. Dat ze leuke dingen kunnen gaan doen. En Automaatje moet er in principe in bijdragen dat de Almeloer die niet voor elkaar krijgt om op eigen gelegenheid ergens naartoe te gaan, die het niet kan betalen, geen auto heeft, bijvoorbeeld de meneer van 75 die geen rijbewijs meer heeft, de mevrouw wiens partner is overleden ook geen rijbewijs heeft, iemand die het been gebroken heeft, die kunnen ze dan melden bij Automaatje. En dan gaat Automaatje gaat op zoek naar een chauffeur in de directe omgeving. Die chauffeur gaat dan met de eigen auto, gaat hij met meneer of mevrouw op stap. En daar wordt een kleine vergoeding voor geregeld. En dan moet de meneer, mevrouw die gebruik wil maken van het Automaatje, moet dat betalen aan de chauffeur. Maar het gaat maar om hele kleine bedragen. Dus het is, eigenlijk kan op dat moment iedereen zou daar gebruik van kunnen maken. Maar het is natuurlijk bedoeld voor mensen die geen vervoer hebben en die het niet kunnen betalen. Het is ook niet voor mensen die een voorziening hebben van de gemeente of van een UWV die een vervoersvoorziening hebben. Daar is het ook niet voor bedoeld.